Waar ik trots op ben. Dat ik bij Kreunen mag werken. Trots op? Ik ben trots op de projecten die we afronden. Waar de opdrachtgevers tevreden zijn, waar we zelf tevreden zijn. En waar eigenlijk alle betrokken partijen tevreden zijn. Daar ben ik het meest trots op. Oh, dat je zulke dingen maken kunt, dat is super leuk. Waar bent u trots op? Op het bedrijf. Ja, op mijn vrouw en kinderen. Op nou, ik weet niet, als iedereen tevreden is, geeft mij wel voldoening. Nou, dat je van niets zoiets kunt maken, toch? Dus ja, fantastisch. Ik doe momenteel de telefoon, maar normaal gesproken zit ik op de administratie. Wij bereiden de projecten voor, dus als ze uit calculatie komen, dan worden ze overgedragen naar de werkvoorbereiding projectleiding. En dan wordt het voorbereidingstraject opgestart. Dus dan worden materialen ingekocht, planningen gemaakt, tekeningen gecontroleerd, offertes aangevraagd. Ja, mijn grootvader is in 1925 begonnen met het bedrijf. Ja. En dat is na de oorlogjaren kwam vader in dienst en die is daar zo ingerold. Naast hebben we Tim Frik en aan deze kant hebben we een bouwhal. En hier maken we alleen prefab materiaal voor de bouwplaatsen. Dus alles wat met de rekwerken zo te maken heeft. Je hebt hier qua omstandigheden iets makkelijker met machines en in elkaar zetten. Dus hoe minder uren op de bouwplaats, hoe minder gevoeliger het is. Want op bouwplaats is altijd het weer het groot probleem. Hè? Regen, sneeuw. Dus zo weinig mogelijk uren in principe proberen op de bouwplaats te maken. Beheer het materieel en het magazijn van Kreunenbouw Lochem. En wat is daar de mooie uitdaging? De afwisseling. En de contacten met alle personeelsleden die je daardoor hebt. Afval wat terugkomt van de kleine projecten. Dus het puin, steen, hout, plastic, papier. Dat scheiden we wel. Materieel wat onderhouden moet worden. En gewoon een materieel wat we gewoon... het liefst heb ik hier natuurlijk helemaal niks staan. Maar je ziet altijd, je hebt alles overal tegelijk nodig in ruwbouw. En dan heb je toch een ruimte nodig om op te slaan. Ik werk vanaf 1974 gewoon in de bouw. Uit de Lochem heen gaat, ik denk dat elke straat heb ik wel iets gebouwd of zo. Dus alles ken je. Alleen nu kom je in de fase dat sommige dingen ook weer worden afgebroken en weer worden herbouwd. Want bouwen is gewoon kicken. En dat is gewoon het mooiste van ons werk. Van grond ernst, het is een zandvlakte en je gaat weg en dan staat een mooi gebouw. Dus de projectleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Alleen ik wil zelf al op de hoogte blijven van hoe het reilt en zeilt. Meestal als je even langs de bouw gaat of op de bouwplaats bent, dan zie je gewoon heel veel dingen. En dan heb je ook wel een gevoel bij van hoe een bouw loopt qua voortgang, qua kwaliteit. En ook heel vaak is gewoon de sfeer wat je proeft ook op de bouwplaats van de jongens. Dat zet ook al heel veel af van of het werk goed loopt of niet goed loopt. Kijk, jongens willen ook productie maken en willen tempo maken. Op het moment dat het niet goed voorbereid is. Het is stagnatie met ondernemers of leveranciers. Nou, dan merk je dat heel snel aan de stemming van de jongens. En dat is gewoon elke dag zoiets zien groeien. Of het maakt niet uit of het een huisje is, of een fabriekshal, of een kantoorpand, of wat dan ook. Dat is gewoon, alles is uniek. We hebben geen standaard folder met standaard woningen. Dus elk project is gewoon uniek. Dit is de nieuwbouw van de bedrijfshal van Metapol in Holte. We zijn hier bezig met casco en met gevels aan het dichtmaken. Met de binnenmuren. En als het goed is, zijn we ook bijna bezig met de afbouw van de cementdekvloeren. Dit project hebben we ook in de aanbesteding verkregen. De onderhandeling was gewoon een mooie fase. En het ging niet alleen om prijs hier, maar het ging ook even van hoe je het ging aanpakken. En het is gewoon de klik wat je dan met de opdrachtgever hebt. Vanaf het eerste moment eigenlijk van dat je zegt van ik heb goede kans en we krijgen dit werk. En zo is het ook gegaan op basis van een stuk vertrouwen wat de opdrachtgever had. In ons bedrijf. En dat is gewoon een lekker gevoel. Maar goed, nou is het voor ons de kunst om het waar te maken zometeen. Hè? Dus bij ons het beste reclame is gewoon een goed opgeleverd werk. Dat we weer een vervolgopdracht geven. Dus dat is gewoon mooi. En de ligging is hier natuurlijk hartstikke mooi. Aan de grote weg. Dus iedereen weet ook hier aan het bouwen zijn. Dus dat is ook wel mooi. Hè? Hier ligt de vloerverwarming, er ligt 5 kilometer aan buis. Jij bent de voorman nu, en wat doet de voorman? Een voorman, op de bouwplaats de boel in goede banen leiden.
gemeente Lochem. Mag ik vragen, wat is uw rol dan eigenlijk? Handhaven. Handhaven? Ja, of er volgens de regels gebouwd wordt. En de tekeningen. En komt u wel eens wat tegen? Regelmatig. Ik kan me niet voorstellen dat je bij Kreunen wat tegenkomt. Laat ik zo zeggen, we hebben geen aanleiding om extra controles uit te voeren. We proberen altijd goed overleg te hebben met bouwwoningtoezicht. Ja. En dat er open en eerlijk kaart zijn. Als er is, dan kaarten we het zelf aan. Ja. En we maken ook een beetje gebruik van de ambtenaren wel. Want de kennis die daar zitten, kun je gratis inhuren. Dus ja. Het werkt altijd twee kanten op. Hè. We hebben ook belang bij een goede relatie. Hè. Ja. Ja, het is niet alleen het opbouwen van het huis wat doen, maar ook opbouwen van een relatie. Hè.